Goede week achter de rug, AZ. En die 7 dagen willen ze hier vanavond natuurlijk mooi afsluiten met 3 overwinningen binnen die periode. Maar dat moeten ze doen tegen Groningen dat vorige week rondom diezelfde tijd blijk gaf bij Feyenoord een lastig te bespelen tegenstander te zijn. Verrips, de doelman van Groningen, is de aanvoerder. Hij samen met Jordi Klaas in de tos gedaan. Dit zijn de 11 van Groningen. Met Balker, Blokzijl in het centrum van Gelderen en Willems aan de buitenkant achterin. Hoven, Soeslof en Duarte voor het eerst is lange tijd in basisplaats. Voor hem lang gebaseerd geweest. Manu, Pepi en Van Bergen. Goed. Beetje slordig van Reinders. Ingreep is van Hatzidiakos die met 1 voetbeweging het probleem oplost. Dat was ontstaan door het balverlies. Middenvelder van AZ dat hij weer weg is. En een fantastisch scoort. Zo snel kan het gaan bij AZ. Wat een prachtig doelpunt van Karlsson. Zijn 5e van het seizoen. Hatzidiakos zat ertussen. En dan komt hier de bal bij Karlsson, die maakt een pirouette. En verrast dan doelman Verrips. Pavlidis krijgt hem keurig terug. Er is de ruimte voor Mijnans. Soms kun je misschien ook wel iets te veel tijd hebben om uit te halen. De Jong. Manu voorbij De Jong. Een aardig balletje. Niet echt best verwerkt door Ryan. Paas van Goes was slordig. Willems. Zij van Groningen meegekomen. Zijn ook weer wat vrolijker. De laatste minuten laat Groningen zich gelden. Buitenkant paal. Willems die aangeeft. Manu die uithaalt. Groningen dicht bij de gelijkmaker. Willems. Ja, hij is sterk. Odgaard merkt dat ook. Gebruikte daar een heel stuk Willems om Odgaard heen te draaien. Hier aan de rechterkant nu wat ruimte. Het wordt uiteindelijk een doeltrap. Pepi kon er net niet goed genoeg bij. Aangeven van Tom van Berg. Het is allemaal zo slecht niet wat Groningen hier probeert. Weer Willems die aan de linkerkant gaat. Odgaard heeft het dit keer gezien, maar legt hem dan zo vriendelijk neer voor Soeslof. Dus kan hier alsnog Willems. En dat wordt een kans voor Manu. Jongen, jongen, jongen. Gunt zichzelf wederom de tijd niet om rustig aan te leggen. Klaasie. Balverlies, Soeslof. Dat is een vrije trap voor Groningen. Soeslof en Duarte. Soeslof, zo! Daar heeft Ryan de nodige problemen mee. En die bal die krijgt een sweeper richting de doelman. De Jong zich de bal afsnoepen, moet Ryan zich strekken om de inzet van Manu te keren. Mijnans. Zo, dat is ook niet onaardig. Het is een overtreding.
Pavlidis. We kijken hier naar Kerkes, die daar de bal toch aardig pandklaar neerlegt. En dan wordt hij de Odgaard ook nog een keer voorlangs gegleden. Dus AZ hier dicht bij 2-0. Kerkes, en dan gaat het voorbij aan Pavlidis, alsof hij net niet uitkomt met zijn passen of zo. Daar zou het in kunnen zitten. Zeker als je hem zo keurig afgeeft, dan zou het 2-0 moeten zijn. Maar hij, Mijnans, schiet wel hard. Maar niet zuiver genoeg om Verrips te passeren. Dat is echt een uitstekend paasje en Mijnans moet dan scoren. Groningen nog altijd maar met 1-0 achter. Maar waar blijft die kans? Die kansen die er voor rust wel waren. Nu misschien. Ja, zoveel scheelt dat niet. Daar was hij. Kruger die de bal voor langs komt. Aangeven van Dankerlui. Het is het beste van Groningen in de tweede helft. Dat was niet veel. Maar het is genoeg voor 3 punten. En applaus van de tribunes. AZ wint. Groningen kon in de eerste helft nog wel wat kansen creëren. Is daar in de tweede helft niet of nauwelijks aan toegekomen. Dat moet je AZ toch ook nageven. Wat dat betreft bijzonder gierig is geweest, wat niks heeft weggegeven.